Vlaams Belang is een partij van de fascisten, non-conformisten en andere rare triesten. Als we de media moeten geloven, denkt iedereen zo. Eén partij, daar zou ik nooit op stemmen. Vlaams Blok, Vlaams Blok. Maar als we de peilingen moeten geloven, dan worden ze... de grootste partij van Vlaanderen. Dus we krijgen een regering met Vlaams Belang. Juist? Door de gunstige peilingen is Vlaams Belang zegenzeker en ze willen na 9 juni ook mee besturen. Nee, want ze stinken. Vandaag heeft nog geen enkele andere partij aangegeven met Vlaams Belang te willen samenwerken. Sinds 24 november 1991, ook wel bekend als Zwarte Zondag, hebben de Democratische Partij van het land besloten dat besturen met Vlaams Belang niet kan. Ik zeg democratisch met een zekere ironie, want voorhand Vlaams Belangers uitsluiten, dat is heel ondemocratisch. Het valt ook te vermelden dat er in 1991 enkel sprake was van het Vlaams Blok. Ze riepen eigen volk eerst. Nu is het Vlaams Belang en roepen ze eerst onze mensen. Het is helemaal anders. Ze zijn wel nog steeds tegen migratie. Ga naar onze grootsteden, daar voelt je vreemden in uw eigen land. En na 30 jaar zeggen andere partijen hetzelfde. Zelfs Conor Rousseau voelt zich niet meer thuis in Molenbeek. Pas op, ze willen migratie niet volledig verbieden. De enige type migranten komen uit Europa en het Westen en zijn hoog opgeleid. Daar wensen we een uitzondering voor. Ze zijn zelfs gekenterd tegen discriminatie. Er mogen van Vlaams Belang ook geen subsidies meer gaan naar verenigingen of bedrijven die positief discrimineren. Positief discrimineren is een oxymoron. Dies is negatief. Gelijk in de uitspraak, wat schuilt er achter deze postmoderne dystopie? Slinkse VZW's die liever allochtonen in een slachtofferrol houden dan in te zetten op echte integratie. Het Vlaams Belang heeft altijd een imagoprobleem gehad. Neem nu de eindbaas. 1 jaar effectieve celstraf. Dat is de straf die Dries van Langenhoven krijgt voor inbreuken op de racismewet en voor negationisme. Weet je nog die keer dat Tim Verheyde besloot om adolescenten op de brandstapel te smijten? Het heeft gewerkt. We zullen hem de komende tijd niet terugzien. De rechtbank heeft hem ook 10 jaar ontzet uit zijn rechten. Wat betekent dat Dries van Langenhoven 10 jaar lang de kans verliest om verkozen te worden op een lijst. We hebben ondertussen chockerende beelden binnengekregen van zijn hedendaagse activiteiten. Schrijnend, inderdaad. En alsof die illegale memes niet genoeg waren, was er ook dit. Frank Krijleman, een van hun oud-parlementsleden en voormalig senator, blijkt jarenlang informant te zijn geweest voor de Chinese spionagedienst. Verdomme, VRT kent stilaan al mijn goede mopjes. Moeten we nu schrik hebben? Krijleman was natuurlijk geen toppoliticus met veel macht en invloed. Nee, hij was senator en de Senaat heeft eigenlijk niet veel te zeggen. Alhoewel dat ik dan denk dat Peking misschien eens moet opzoeken wat de Senaat bij ons is. Is het dan de moeite om het nog verder te onderzoeken? Het federaal parket heeft een strafonderzoek geopend naar mogelijke banden tussen Vlaams Belang en de Chinese overheid. Ja, want het boegbeeld met de één wenkbrauw komt ook in opspraak. Philip de Winter bezocht eerder met Krijleman het Syrië van president Assad. Nu willen zijn politieke tegenstanders. Groen en PvdA willen dat Philip de Winter van Vlaams Belang stopt. Persoonlijk zou ik het jammer vinden, moest deze Antwerpse West-Vlaming verdwijnen uit de politiek. Hij is een heel gewiekste troll. Toen hij voorzitter ad interim was van het Vlaams parlement, liet hij er een Vlaamse vlag neerzetten. Het lijkt me een evidentie dat we in het Vlaams parlement, ook de Vlaamse leeuw, ook hier laten zien. Waarom zou dat in het Vlaams parlement niet kunnen? Want wie zou er iets kunnen hebben tegen de Vlaamse leeuw in het Vlaams parlement? Vroeg hij met enige voorkennis van het scenario. Enfin, Vlaams gevangen gaat de verkiezingen winnen. Maar geen paniek. Niet het einde van de wereld. Er zijn tenslotte nog andere Vlaams nationalisten. Ja.